Meneer Driek van Dieren, maar wat gaat er door u heen? Nou, ik moet zeggen, ik vind het een leuk moment natuurlijk. Als je nou zoveel jaren toch zo'n waardering nog krijgt. Hè? Want ja, dat geeft aan dat we met elkaar een bijzondere fijne sfeer hebben. En de rest, wat er gaat gebeuren, daar laat ik maar naar me toe komen. Zo zit ik neem aan elkaar. Ja, toespraken dat Driek van Dieren de beste en de mooiste is? Nou, de mooiste is hij zeker niet. En de beste, dat weten we ook wel. Maar ik heb altijd wel geprobeerd om eerlijk en spontaan en met elkaar proberen een stukje chemie erin te krijgen. Verbinding. Ja, ze zeggen wel eens, je krijgt een prijs voor de hele oeuvre. Dat heet tegenwoordig een beetje zo, hè? Maar dat is het wel, hè? Nou, het is natuurlijk wel een hele tijd. Hè? Er zitten hoogtepunten, er zitten dieptepunten in. Maar ik moet zeggen, de hoogtepunten die overstijgen zeker. We zullen het straks allemaal horen. We gaan ervan genieten. Hopen we, hè? Bedankt Jan, heel hartelijk voor al die jaren inzet. Is bijna niet te bedanken, want zo'n grote prestatie. Arie, ik dacht dat ik daar nog een paar dingen over wilde stellen. Of het handig is, heel graag. Dit nogmaals, hartelijk dank. Dank je wel. Tijd moet er vanaf. Ja, sorry. Nee, daarnaast. Je bijt. Ja, ja. Ah, dat is natuurlijk. Dat zal niet de 59 zijn, hè? De familiebonden, hè? Dat is. En wij hebben bij de gemeente Bunschoten een mooi systeem om te kijken als er burgers zijn die zich zo verdienstelijk voor onze gemeenschap hebben gemaakt, dat ze zich daarmee onderscheiden, dat er ook een gemeentelijke onderscheiding bij hoort. En ik mag jou namens de gemeenteraad en het college van BMW eren met de erepenning van de gemeente Bunschoten. Die aan jou wordt toegekend, zodat je die met ere in de kamer mag zetten. De gemeente Bunschoten is deze erepenning en die wil ik je graag bij deze overhandigen en aan je meegeven. En daarmee mag je jezelf ereburger van de gemeente Bunschoten voelen en noemen. Van harte gefeliciteerd. Ik heb hem in twee delen, want dit is de erepenning en die mag Jans in de filmkast zetten. En die mag ze ook poetsen. Je naam staat ook op de achterkant. Dus hij is onvervreemdbaar jouw eigendom. Zoals met een koninklijke onderscheiding die je ook al hebt, die moet je dan terugsturen of betalen. Maak je hier geen zorgen over, we hoeven hem niet terug. En je hebt hem al betaald. En ik heb hier het draaginsigne van de gemeente Bunschoten, wat bij deze penning hoort. En die is speciaal ook voor deze gelegenheid en voor jou ingesteld. En die wil ik hiermee ook overhandigen. Dan heb ik nog graag bloemen voor Jans. Want ik heb heel veel dingen over Driek gezegd. Maar Jans kwam binnen en toen zei Jans, ja, ik ben hier. En dit is niet mijn feestje. Ik zei, nee, dat klopt ook, want het is het feestje van Driek. En dat betekent wat Driek neemt afscheid, dus jouw feestje kan vandaag beginnen. Dus zo moet ik dat zien. En toen zei ze, nee, zei ze, ik heb het nooit erg gevonden als hij hierheen ging. Ik heb het altijd fijn gevonden dat hij dit werk heeft mogen doen. En als je ook één dag daarover had gezeurd, daar is Driek natuurlijk al meteen gestapt. Dus dat je dat nooit hebt gedaan en altijd hebt gezegd, ga maar Driek, ga maar. Ja, toen zei je, laat nooit lijkt maar zitten, daar hoeven we niet heen, ga maar. Het is ook wel eens een dag geweest dat je hebt gezucht. En de gedachte van, moet het nou weer? Ja, want Driek moest dat doen. Als die voorzitter was, nam die verantwoordelijkheid. Ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage, dat je Driek in staat hebt gesteld om dit zo lang zo goed te mogen doen. Vanuit. Nou, dat was ik bijna uitgepraat. En dat doe ik door de oorkonde die hoort bij deze erepenning te overhandigen. Maar dat doe ik niet nadat ik hem heb voorgelezen. Want dat staat in oorkonde gemeente Bunschoten. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten heeft bij besluit van 14 maart 2017 aan Hendrikus van Dieremen, geboren 19 april 1941, toegekend de erepenning, ingesteld bij besluit van de gemeenteraad van 4 september 2003.
En dan komt het oordeel van de jury, want we hebben een jury die onafhankelijk handelt. En die heeft over jou gezegd, de toekenning is geschied op grond van zijn invulling van de functie van voorzitter van Museum Spakenburg in een periode van verzelfstandiging. Zijn inzet en betekenis in dit complexe proces waren van onschatbare waarde voor het behouden van eenheid binnen de gelederen van het museum en zorgde voor een goede financiële positie. Daarnaast was hij betrokken bij verschillende initiatieven binnen de plaatselijke samenleving, op kerkelijk gebied, op het gebied van cultuur, city marketing en koninklijke onderscheidingen, waarin je 14 jaar adviseur van de burgemeesters Groen en mij bent geweest. Nou, de burgemeester heeft eigenlijk net ook al iets genoemd, samen. En samen is eigenlijk toch de richting die we met z'n allen, het zit ook al samen in, willen gaan. Dus museum staat niet op zich. Museum is een onderdeel van de samenleving hier. En we gaan samenwerken met alle partijen die we maar kunnen vinden. Dus cultureel platform, dynamisch Spakenburg. We hebben hier ook een samenwerking met de 2-10, met de Botters. Daarin willen we willen ook naar scholen toe. Zeg maar, een museum is niet alleen voor senioren, maar ook voor jongeren. En een stukje educatie, daarin ook geschiedenis weer doorgeven aan de jeugd. Dus ook daar zoeken we naar mogelijkheden om het museum toch weer een goede plek in die samenleving te blijven houden. Huis heeft meerdere man die u spreekt. Ja. Graag. Ja, dank u wel.